Leuk dat je hier in deze zaak, dat deze zaak zich opent in de Rijkenstraat. Jullie zijn van Franse afkomst? Ja, klopt. Ja? Ja? Ja, waar komen jullie vandaan? Ik kom van uit Normandie en mijn compagnon komt uit de Vendée. Oh ja. Ja. Dus er komt gewoon een stukje Frankrijk komt hier naartoe. Met, ik hoorde zelfs croissants op zondag. Croissants, elke dag. Ja, elke dag. En baguette, echt Franse brood, Franse baguette, pâtisserie, maar ook traiteur. Dus kant-en-klaar maaltijd, zoals bœuf bourguignon bijvoorbeeld. Of, ja, ja, wat leuk. En iedere dag open. Iedere dag open? Ja, vanaf 8 tot 7. En met je partner? En, ja. Ja, het ziet er al zeg maar behoorlijk ruim uit. Je hebt alleen nog geen, je kan nog niet open helemaal. Nee, nog niet. Nee. We missen nog een paar dingen. Dus, ja, maar jullie waren eigenlijk van plan om open te zijn, hè? Ja, ja, woensdag. Woensdag is de plan. Ja, ja. In de winter. Ja, ja. Ja. Oké. Okay. Nou, veel succes. Ja, en ik denk dat het is wel de zoveelste bakker, hè, hier in de Rijkenstraat, ja. Maar ik denk dat het wel leuk is. Ja, denk ik ook, ja. Ja. Frans, ik dacht dat er ook eigenlijk pannenkoek gekocht. Klopt, ja? Crêpe, French. Ja? Ja, die is groot, die echt... Ja, ja, die echt kant-en-klaar gemaakt. Ja, 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 een eermaker. Zo, ja, 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 dat is iets voor mijn kleinkinderen. Ja, ja. Oké, okay, succes. Dank je. Ja.